Jeroen Haan van Oblandia, je scoort 3 keer vandaag. Niet voldoende om van PKC te winnen, maar uiteindelijk denk ik dat je blij bent met de 3-3. Ja, we zijn op zich wel blij met een punt. Vooraf tegen PKC weet je gewoon dat je een lastige wedstrijd tegemoet gaat. Ja, het is alleen zuur dat je gewoon vlak voor tijd nog met 3-2 voor staat. En eigenlijk moet je hem dan over de streep trekken. Ja, dan krijg je een panel tegen. Ja, wat ik op zich denk wel terecht een panel is. Maar ja, het is zo zonde. Laat hem misschien maar lopen en dan trekken we hem over de streep vandaag. Jullie komen met 1-0 voor. Op dat moment denk ik van eigenlijk had PKC toen op 1-0 voor moeten komen. Daarna komen jullie echt zwaar onder druk, hè? Ja, we wouden PKC een beetje vroeg onder druk proberen te zetten. Ja, dat kwam er de eerste helft gewoon niet echt uit. Waardoor we het echt gewoon lastig kregen. Werden de ruimtes wat te groot. Ja, en dan twijfelden wat we moesten doen. Ja, op den duur kiezen we voor om wat in te gaan zakken. Maar PKC was zeker de eerste helft wel de bovenliggende partij, ja. Krijg je heel lullig vlak voor rust, nou even die 2-1 om de oren. En hoe ga je dan de kleedkamer in? Ja, met een heel klote gevoel. Maar dan probeer je de kopjes weer één kant op te krijgen. En we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En dat we op basis van inzet en strijd kunnen we het gewoon iedere ploeg lastig maken. Dat hebben we vandaag gedaan, vorige week bij Urk. En dan is het misschien niet altijd de schoonheidsprijs die we winnen. Maar goed, we trekken wel weer een punt over de strepen. Ja, net wat je zegt, je komt op 2-2. Ook een hele mooie goal trouwens, moet ik even zeggen. Paas van achteruit en die valt echt precies bij jou op de pantoffel. En dan hoppakee de kruising in, hè? Ja, ze stonden niet helemaal op te letten daar achterin bij hun. Dus goede bal van Bert Zwart. En als je hem dan kan nemen, dan haal je gewoon een spits zijnde. Ja, je zegt het zelf al. Je baalt een beetje op het moment dat het dan score je 3-2. Dan denk je van, met nog een minuutje of achter gaan, dan is de buit al binnen. Ja. Blijft er toch PKC een levensgevaarlijke ploeg aan? Moet je uitkijken gewoon? Ja, er zit gewoon heel veel voetbal in die ploeg. En je weet dat als je dan de slotfase ingaat, dat je het gewoon nog lastig kunt gaan krijgen. En je hoopt dan dat je gewoon een keer een kansje krijgt en gewoon nog de 4-2 maakt en de wedstrijd op slot gooit. Ja, die kans hebben we volgens mij niet gehad. En dan is het lullig dat je vlak voor tijd nog één tegen krijgt. Ja. Ja, je was er nog één keer dichtbij met die vrije trap. Ik dacht van, als je die er nog even in, dan is het ook klaar. Ja, die was wel van heel ver hoor. Ja, moet je een beetje geluk hebben dat die nog van richting wat verandert. Uiteindelijk 3-3, dan zeg je van, dan mogen wij op zich wel blij mee zijn. Ik denk allebei wel.